De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan en de politici zijn druk bezig met campagnevoeren voor hun partij. Wij gaan ze een tweetal vragen voorleggen en vandaag is het de beurt aan Joop van Beter Os. Hij is op dit moment in fractieoverleg en ook hem gaan we er eventjes uittrekken. Nou Joop, ook voor jou twee vragen die ik wil stellen. De eerste vraag is eigenlijk, de opkomstpercentages zijn laag voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe komt dit en hoe zou je dit kunnen veranderen? Opkomstpercentages zijn laag en dat komt omdat politici niet te vertrouwen zijn. Ze beloven een hoop, ze doen weinig en daardoor geloven de mensen niet meer waarop ze stemmen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat mensen niet komen stemmen. En dat kun je veranderen door wel als politicus te zeggen wat je wil doen en dat ook nakomt. Dat is eigenlijk het meest simpele recept. En dat kunnen we van jou ook gaan verwachten? Dat hebben ze altijd van mij kunnen verwachten. Dat zal nu en in de toekomst ook zo blijven, ja. Nou, heel duidelijk antwoord en een heel mooi antwoord ook. En de tweede vraag die ik je wil stellen is, waar ben je als inwoner van Os het meest trots op? Ik denk dat we het meest trots kunnen zijn op ons buitengebied. En echt ook met de kernen, de historische kernen. Ik heb iets met historie. Ik wil gewoon iets historisch zien, bij wijze van spreken. En als ik dan in bijvoorbeeld het stadje Meeg of Ravenstein kom, dan denk ik van ja, eigenlijk is dat aangekocht, om het zo maar te zeggen. Maar het is wel iets waar ik heel erg trots op ben. Met het buitengebied waar je goed kunt wandelen, fietsen. Recreëren, alles. Ja, dat is gewoon met de Maasdijk gewoon perfect. Ja, daar mogen we zeker als inwoner van Os trots op zijn. Nou, dankjewel in ieder geval en succes. Dankjewel, graag gedaan.